Scheerschuim! Bam! Kom mij erin doen. Het is heel hard. Niet doen. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. Maar deze maand extreem Thomas, want elke werkdag is er een nieuwe video. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Namelijk de meuk of leuk koningin Dionne. Dit is wel een heel awkward stukje. Ik vind het alleen maar grappig. De meuk of leuk koningin. Meuk of leuk. We zitten weer samen in een video. Ja, en we gaan weer een rare challenge doen. We gaan slijm maken, jongens. We gaan de kies niet de verkeerde shampoo fles slijm challenge doen. Zo, dat is een behoorlijke mond vol. Kies niet de verkeerde shampoo fles slijm challenge. Juist, knap. Grote meid, hè. Normaal onthoud je niet zoveel, maar... Nou, we hebben hier dus verschillende shampooflessen staan. En Rutger heeft deze gevuld met lijm. Met, wat hebben we nog meer nodig voor slijm? Scheerschuim. Versiering. Versiering. Ja, allerlei dingen zitten erin. En het is de bedoeling dat wij zoals om de beurt een fles gaan pakken. En dus dat we alle ingrediënten van de slijm hierin gaan doen. Maar het kan best zijn dat jij dus totaal geen slijm krijgt of alleen maar lijm. Maar het kan zijn dat ik bijvoorbeeld wel slijm krijg. Het kan zijn dat we alle twee slijm krijgen. Het kan echt alle kanten op gaan. Dus je moet goed gokken. We moeten heel goed gokken. Kun jij een beetje gokken? Nou, eigenlijk heb ik wel veel geluk met spelletjes. Ja? Ja. Ik verlies altijd. We gaan straks om de beurt dus een fles kiezen en uiteindelijk gaan we dus zien wat het resultaat gaat worden. Ik hoop dat er nu echt slijm uitkomt, want anders... Ik ook. ...ga ik echt huilen gewoon. Ik word hysterisch dan als het weer niet lukt. We beginnen natuurlijk niet gelijk, want er is nog één ding. En dat is? Het extreem Thomas kerstpakket! Oh my god, wat vet! Wat heb je dat leuk gedaan? Meen je dit? Ja, ik vind het heel mooi geknutseld. Je mag me uitlachen, want iedereen lacht me uit. Je hebt het echt heel netjes gedaan. Ik heb mezelf uitgeknipt. En elke YouTuber waarmee ik dus een video opneem, doet er iets leuks in. En aan het einde van extreem december kun jij dus dit kerstpakket winnen. Daar moet je het volgende voor doen. Je moet elke video natuurlijk een duimpje omhoog geven. Even beneden abonneren, op belletje drukken. En antwoord gaan geven op de vraag die ik in de video stel. En de vraag voor deze video. Hoeveel video's hebben de jongen en ik nu in totaal samen opgenomen? En Dionne, heb jij een leuk cadeautje voor het kerstpakket? Ik ga even zoeken. Kijk, wat een leuke squishy. Oh, die is leuk. Deze is wel de mooiste, een beetje. Hij ruikt nog een en beetje. En hij is heel, dit is echt wel een dure, zeg maar. Gaat hij erbij? Hij gaat erbij. En Dionne gaat zometeen ook nog de handtekening op deze doos zetten. Is dat zo? Dan weet je dat vast. Oké, genoeg over het kerstpakket. Ben je er klaar voor? Meer dan klaar ben ik ervoor. Meer dan klaar? Ja. Je mag de allereerste gaan. Weet je zeker dat je die doet? Ja. Je heel zeker? Ja, want je mag, als je hem helemaal hebt gevoeld, dan moet je hem. Dan moet je, ik ga filmen wat je erin gaat doen. Oh, het is kleurstof! Wow. Blauw! Blauw! En dan zetten we deze aan de kant, denk ik, hè? Kijk! Zo, je hebt geluk. Heel veel geluk. Oké, dan is het nu aan mij de beurt. Daar gaan we. Ik ga met mijn ogen, zult u elke keer met onze ogen dicht doen? Ja, okay. Ik deed dat ook. Oh ja. Het is een mooie shampoofles, hè? Heel mooi. Haren gewoon. Ik ga voor deze. Heb je nog gelijk de lijm? Nee, ik weet niet wat ik heb. Hij is heel zwaar. Oké, dan gaan we kijken, jongens. Nee! Er zit shampoo in! Maar daar oh nee! Daar kan je toch geen slijm mee maken? Dat ben jij, net op de wc. Oh, echt heel jammer. Echt... Maar kun je dan... Zullen we eens aan de kant dan gaat het mislukken, denk ik. Nou, ik denk dat ik dan heel veel ingrediënten van die andere moet hebben of zo, om dan uiteindelijk slijm te krijgen. Dat denk ik ook. Oké, jij mag de volgende kiezen. Niet kijken, hè? Doe ik niet. Oh, die dop. Je hebt hem gekozen. Ja? Ik heb al gezien wat erin zit. Oké, jongens, ik zal even tussendoor vertellen. We zien scheerschuim zitten, maar het lukte Rutger niet om de scheerschuim erin te krijgen. Dus we mochten hem kiezen en als we een beetje scheerschuim zagen zitten, dan mochten we met de bus het erbij spuiten. Oh. Wacht, laat doorgaan. Door. Lekker hoor. Nou, ondertussen heb ik alleen maar shampoo. Zal ik roeren? Ja. Oh mijn god, die van jou is nou al mooi. Oh, dit is echt chill. Nu doen we dit en lukt het jou weer. Dat is gewoon... Ja. Zal ik die volgende gaan doen? Ja. Oh god. Wat is dit? Ik hoop voor je dat het lijm is. Ik heb nu deze. Een volume shampoo. Misschien zit er wel volume scheerschuim in of zo. Oké, daar gaan we jongens. 3, 2... Oh, lijm.
Is dit lijm? Ja, lijm. Is dit lijm? Ja, nou ben je blij, hè? Ja. Waarom doe je het over je roerlepel heen? Oh, dat is dom, hè? Dat is heel dom. Moet ik alles erin doen dan? Ja. Oh mijn god. Ik zou het wel doen. Ik ben zo benieuwd hoe dat met het shampoo... Dit is echt leuk om te doen. Ja. Het is echt leuk om een shampooflessen in mijn leven te knijpen. We gaan nu eens roeren. Het is Dolly die aan het poepen is. Ja, Dolly. Oké, nou. Nou, Rick. Ik heb shampoo met lijm nu, denk ik dan. Ja, ik heb gewoon een bak vol met shampoo en lijm. Maar ik ben echt super benieuwd wat daarvan gaat komen. Ja, niks waarschijnlijk als ik het maak. Nee. Wat een slechte video. Ik doe ook mijn ogen dicht. Heel raar was dit. Ik deed mijn ogen dicht terwijl jij dit deed. Shit. Shit! Shampoo. Heb je shampoo? Ja! Oh, mijn god, daar gaat je mooie slijm. Maar gaat dat echt werken? Ja, dat kunnen we straks gaan zien. Ik zou het gewoon niet helemaal erin doen. Nou, leuk. Oh jongens. Bang. Zonde, hè? Ik ben echt bang dat het niet gaat werken nu, joh. Ik heb het gevoel dat die links een beetje moet zijn. Ja. Het voelt hier warm en hier koud. Ik heb het gevoel. Hier voelt het heel heet. Ja. Hier heel heet. Ja, ik ben het altijd heel heet. Oh, ik ben hier heel benieuwd naar. Oh, daar zit los weer. Ja! Scheerschuim! Bam! Beam! Hier. Gelukkig! Ik ben heel blij met scheerschuim. Ik ben nog nooit zo blij geweest met scheerschuim. Wow. Kijk uit voor je pollepel. Oh ja. Zo'n mooie pollepel. Jij moet wel veel meer dan ik doen. High tea. Met een high shaving cream. Nou, boeren. Ik denk echt wel dat dit slijm gaat worden. Nou, ik heb. Het ruikt in ieder geval wel lekker door de shampoo. Jij hebt echt heel veel. Kijk wat een bak vol ik heb. Ja, maar jij hebt al lijm. Ja. Gewoon eventjes heel erg goed nadenken. Ik ga op je gevoel uit. Heb je dat? Ja. Nou, dan komt het goed. Heb je dat? Oh, ik denk dat het een. Het is geen shampoo. Uh-oh, wat is het? Glitter! Echt? Yay. Oh, oh. Wow, het is echt een mooie kleur. Heel brons. Oh, maar kijk wat een mooie combi dit is. Ik vind het echt heel mooi. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh. Heel licht is die. Het is heel licht. Het is voor in het haar. Zullen we het ons gelijk in het haar proberen? Nee, laten we dat niet doen. Woe! Oh. Kleur! Jij krijgt roze slijm. Oh my god. Ik ben nou wel een beetje jaloers. Heel mooi, moet je kijken. Het is heel mooi. Moet ik meer kleur hebben misschien? Nee. Oh, ik wil eigenlijk dat het zo blijft. Oké, ja. Het is tijd voor de volgende ronde. Oh fuck. Wat? Deze voelt heel zwaar. Ja, het kan ook lijm zijn. Wat is het? Ja! Oh, maar jij hebt alleen maar goede ingrediënten tot nu toe. Nee, ook. Ik heb ook shampoo. Oh, je hebt ook shampoo. Oh ja. Oh, ik ben zo blij. Nu kan het wel slijm worden. Oké, ik ga, ja? Nou, bereid je voor. Glitter. Glitter! Oh, en echt een mooie combi. Kijk nou. Het stinkt. Het ziet er prachtig uit. Wow, kijk joh. Zo, wat een swirl. Dit is echt niet normaal. Oh. Niet normaal. Dit is echt heel mooi. Alleen hoe meer je roert, hoe meer die glitter in de vergetelheid raken. Dat is wel jammer, hè? Eigenlijk hebben we alle ingrediënten al. Ja, we hebben het allemaal. Maar we gaan deze gewoon opmaken, ja? Oké. Okay. Daar gaan we. Ja. En jij bent tegelijk, ja? 3, 2, 1. Je kijkt heel bang. Dit is shampoo. Nee, echt? Dat is te veel. Nee, als je shampoo hebt, dan moet je shampoo erin doen. Is het echt shampoo? Het is shampoo. Oh, ik heb weer scheerschuim. Wow, kijk! Wow. Deze was wel vol qua scheerschuim. Maar het zou wel leuk zijn als ik nou een keer slijm heb en jij niet. Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee! Nee, ik had twee. Oh, dit is scheerschuim. Ja. Ja, ik heb toch al genoeg scheerschuim. Moet ik nu deze? Ja. Heb je scheerschuim voor mij? Nog meer!
Wow! Oh my god. Wauw. Ik heb echt geluk. Het begon echt heel slecht, maar dit is echt heel mooi. Jij begon wel heel slecht, ja. Jaloers? Nee, want ik mag scheerschuim erbij doen. Oké, jij krijgt scheerschuim. Ik ga er ook lekker veel bij doen. Ik denk dat je heel veel erin moet doen, inderdaad. Maar die jou is echt zo'n smurfenslijm. Zo blauw het is. Ja, smurfen. Nu wordt het wel lichter. Ik vind het zo fijn om naar te kijken. Ik ook, het is echt heel chill. Dit stond dus in mijn bak. Het is echt mega vol. Het is echt niet normaal dit. Ja, maar echt. Gaat het goed? Gaat heel goed, alleen het is echt zwaar. Maar dan, dat is toch positief, of niet? Ja. Het is tijd voor de lensvloeistof. Oh. Oh, een dopje. Gelijk een ringetje mee. 3, 2, 1. Oh, ik hoop zo dat het gaat werken. Tuurlijk, nee, helemaal niet tuurlijk, want er zit shampoo in. Ik denk dat het bij mij niet werkt, Tetto. Nee? Nee. Kijk! Jij wel, kijk, bij mij niet. Meer! Oh. Wow! Oh, hij is heel goed. Vooruit, jij mag er wat ingrediënten aan toevoegen om het slijm te maken. Ja, want bij mij zit heel weinig lijm in de fles en bij jou heel veel. Nou, er gebeurt iets hoor. De bak wordt eigenlijk alleen maar voller. Het wordt niet geslijm. Ik heb een idee. Jij mag de helft van mij hebben. Nee, hoef ik niet. Hoef niet? Nee. Waarom niet? Ik wil mijn... Waarom wil je de helft niet? Hoe kan het bij jou wel werken? Hoe kan dit? Mijn hand zit echt erin vast. Dit neem jij dan mee naar huis? Nee, mijn hand zit vast. Ik maak geen grap. Je moet eigenlijk een beetje van mij erin. Het is heel hard! Niet doen! Waarom doe je dat? Het is toch heel lelijk? Ik wil echt heel lang mee spelen dit. Oh. Kijk. Wat ben je aan het doen? Ik ben mijn vingers erin aan het steken. Dat is leuk. Dat is wat mensen willen zien als je een slijmvideo maakt. Een soort van ASMR of zo. Ja. Nou, mijn slijm is wel gelukt. Die van de jongen is niet gelukt. Ik zit echt voor eeuwig vast. Oh, het is ook één grote bende hier. Ik wil jou bedanken voor deze hele gezellige video. Ja, jij ook bedankt. Ik denk alleen dat je nooit meer video's met me op wil nemen nu, nee. Nu het bij jou niet gelukt is. Weet je hoe ik ook dit? Ik kan hier echt uren mee spelen. Toch, hou op. Ik moet zo nog in mijn eigen video zijn. Ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe vooral eventjes een duimpje omhoog. We gaan nu een video opnemen voor het kanaal van Dionne. En die is al online gekomen. Het linkje staat in de beschrijving. En anders komt er hier eventjes op een schermpje in beeld. Dus klik daar vooral eventjes op. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer om 7 uur met een splinternieuwe video. Au, doei! Doei!